Even naar voren. Nou, in dit grafje gaat het allemaal goed. Als ik daar het even loshoud en dan ga ik het even stil, dan schiet ik er zo voorover. Dat is super net. En dan gaan we met de klok ook niet meer heel vaak. Dus ik probeer de vierde echt terug te brengen. Goed. En dan zie je, als ik mijn benen naar voren haal, gaat dit paard terug uit. Dus ik heb drie trekken. Zolang ik mijn benen naar voren haal, dan kan ik op, joh. Kunnen we deze frisuur uit oefenen. Terug uit, ik wil mijn benen naar voren. En het paard blijft gewoon terug uitlopen, tot ik mijn benen naar achter doe. En dan staat het stil. En voor mijn paard is het eigenlijk heel logisch, want benen eraf en naar voren, dus ik wil terug. En als ik allemaal sneller wil, dan ga ik even klikken, dat klopt. Ook sneller terug, maar als ik naar de bocht toe wil, ik wil hem ook kunnen sturen. Ik kan niet met de tweede terug uitrijden, maar wel een paard gaan. Ja, met de stem wil je met één hand rijden. Dus als ik dan weer zeg maar, ik wil het recht, dus ik de achterhand wil om. Ga ik weer recht, nou wil ik dadelijk een eind naar links. Dus ik wil ook gecontroleerd terug uit. Probeer dat paard in beweging te houden en dan laat ik hem los. En als ik mijn benen ontspannen, staat het paard stil. Ook zie je dat je hand in hals legt. Dit betekent voor dat paard blijven staan. Niet weglopen, stilstaan, wachten. Ziet het dat paard wacht, hij kijkt hier rond. Geen probleem, dat is dat ook naar beneden. Maakt allemaal niet uit. Als dat paard stilstaat en hij is rustig en hij is relaxed, dan ga je ook merken, naarmate hij hier iedereen dat je gezien hebt, gaat hij vanzelf met de hoofd wel lager staan. Als het paard ontspant, gaat hij het hoofd laten zakken. Gaat hij iets gespannen, dan gaat hij zo omhoog staan, hals erop. Dus als hij daar ziet al dat hij een beetje een tijdje is en dat hij gaat ontspannen. Maar als ik nu de teugels weer opneem, zie je die oren, dan hoef ik echt niet te trekken. Ik doe de teugels op aard, dan zeg ik, jongen, we gaan weer wat doen. Dan moet hij weer opletten en dan moet hij dat weer wel. Dus het is niet zo dat hij dan hoeft te kijken, ik zeg, we gaan dan even gaan. Maar als hij niet doet het thuis, dan wil ik wel weer een reactie. Dus het is reactie ontspannen. Dus hier ook een paar keer beneden. Nou, dat is eigenlijk een beetje een climaxe weg. Dan zeggen ook mensen, ja, maar je gaat gewoon een beetje rechtuit. Maar het is natuurlijk ook zo, als hij weet, dan wil ik een paar keer. Dus ik wil opzij kunnen. Ja, naar buiten, achterop naar binnen. Ook andersom, achterop naar buiten. Maar doen we alleen wat snel, zeg maar allemaal. We doen hier een beetje kleine puntjes achter. En dan aan de kant, en doen gewoon naar buiten. Naar binnen. En dat het paard dan gewoon mannen wordt. En dat het paard kan plaatsen. Het lijf en het lichaam kan plaatsen waar ik wil. Als ik stuur, dan is de benen doen de achterkant. Dus als ik de achterkant doe, plaatsen, doe ik dat ook met mijn been. Heel simpel. Linkerbeen. Nou, een beetje rechterbeen. Andere kant, dan wil ik de andere kant. Als ik nou mijn schouder wil verplaatsen, dan is dat voor veel mensen in één sport een beetje lastig. Dan zeg ik schouder om. En dan kan ik ook. En weer eruit. Dus ik kan de schouder bewegen en ik kan de achterkant bewegen. En in één sport is heel veel schouder en achterhand of achterhand mee en dit mee. En maar nooit over de schouder. En als je de schouder niet kunt bewegen en niet kunt plaatsen, dan kan je het sturen volgens mij. Ja, dat gaat heel traag. Dus ik wil direct sturen aan de kant. En dan kan ik ook niet stilstaan. Ik stil, dan kan ik schouder zo werken. Oh nee, kom even, ik heb de andere kant op. Ga ik de andere kant op. Ik denk, oh nee, ik weet niet wat ik wil. Dan ga ik die kant op. Oh, daar zit ook een leuke mensen. Dan ga ik de andere kant op. Dus ik moet dat paard kunnen zetten waar ik wil. Kijk maar, eerst ga ik stil. En dan valt hij weer. Dat is eigenlijk een beetje de basistechniek van het stuur. Dan gaan we halveren. En dan gaan we onder de hoofd doen. Ook hier weer. Spannen voorwaarts neerwaarts, loopt het paard goed, losse teugels. Ik wil een losse teugel, ik wil niet die verbinding, ik wil niet ondersteunen, ik wil niet rijden met mijn zin, gewoon niet weg. Dat paard het werk laten doen. Ik wil gewoon met dat paard aanzaak lopen. Ik ga mijn hand in het midden halen en ik doe niks. Dat vind ik toch een leuk spelletje, dan ben ik altijd zien waar die heen loopt. Want het paard heeft natuurlijk ook een eigen mening, dus ik leg dan mijn hand neer. Ik wil hem hier opleggen, maar dit is knap gespeeld. Nou, niet zetten. Ben ik benieuwd waar jij loopt? Maar ik heb hem niet gestuurd. Ik wil dus dat ik een paard hier op de cirkel zet. Dat ik niet 16 keer moet sturen om een rondje te kunnen rijden. Want dat vind ik gewoon veel te veel. Stuur, stuur. Hop, hier blijven op de cirkel zijn. Hier blijven op. Nee, die luistert toch niet? Ik wil gewoon dat ik zelf stuur. Stuur,
echte hulp geven. Maar daarna is de rust en ontspannen. Dan gaan we dat tempo een beetje verhogen. Alles waar je natuurlijk snelheid aan toevoegt, wordt lastiger. Dus, ik loop een beetje voor je zit. Een beetje vast even. Ik hou wel van een beetje actie. Ik kan verzellen als ik een beetje tempo ingericht. Maar heel veel sneller. Zie of je dat paard een beetje op de cirkel gaat liggen. En dan klik ik een keer de voorjongen. Laat hem lopen. En dan ga ik op ik. Ga ik langzaam. Dan ga ik mijn ziel terugbrengen. En dan moet ik laag weer naar de zand staan. Los. Losse teugel. Relax. Heel graag. Goed. En dan vanuit de kamotstof. Nou, leg de teugels neer. Maak het niet uit dat je teugels lang of kort hebt. Zie je dat je het ontspannen. Gaat in het hoofd omlaag staan. Als ik hem maar raakt heeft, laat het vertrouwd in pakken. De meeste mensen hebben teugels waar bij de oren gehad. En kunnen dan met zijn hoofd omlaag. Ja, dat gaat het niet, want hij kan nergens naartoe. Als je hem loslaat, heb je alle ruimte van de wereld. Kan hij ook ergens heen. Vertrouwen. Nou, we gaan weer oppakken. Die pakt teugels op en oké, let's go, cowgirl. Nou, weer. En dan gaan we alle kanten opcirkelen. Eerst even stappen, voet balanceer ik aan. Ik til de hals op, maak de schouder weg. Bouw de benen bij. En dan balanceer ik weg. Leg mijn hand weer neer. En het feitje is, geef je wel aandacht. Ja, als ik al heel streng ben, even sturen op cirkel. Meer aandacht niet. Nu ga ik eens kijken. Ook dat het paard gaat lopen. En als ik nou denk, ik wil mezelf nog niet testen, maak ik toon lang. Want mijn langere toon, moet ik gewoon zien waar dat paard heen. En het is niet zo dat hij uit de kamer valt, dus ik pak mijn hand opsluit op die keer. Ach, hij hangt toch prima. Hij weet waar, hij weet niet als ik mijn hand optil, zie je daar dat paard, en hij zegt ja, ik zie het door. En ik dacht, maar nu krijg je niet. Wat heb je pak? Nou, dan luistert het dus nog niet te doen. Dus dan moet je daar nog een beetje aan werken. En hoe langer de teugels, hoe beter je timing moet zijn. Kan je sturen. Timing, wat moet zorgen dat je weer goed gaat in de mond. Heb je langer teugels, heb je langzaam. Goed gaat in de mond, dus je wilt zeggen dat je heel goed gaat. Trager in. Ga je een beetje gas geven? Dat is leuk. Zo'n lekker gevoel. Zo'n paardje op de cirkel, weet je. Joehoe, dat is leuk. Ja. Kom maar. Dus lekker wakker op de gas, want ik ga hier niet onderuit, dus ik kan hier niet glijden. Dus ik pak wel een beetje harde gas geven. Dus ik kan het wel niet glijden. Joehoe, waar? Ja. Ja, dan ga ik hier langzaam. Dat is te langzaam, hè? En ik ga dit een beetje doen, maar ik heb geen kracht. Weer lange teugel. Stuur, en ik ga dan sturen. En sturen, maar ik stuur tegen de hand. En weer los. Dat sturen. Naar maanden. Stuur. En ga dan los. En dan staan we stil. Gaan we terug, hand neer. Dan gaan we naar de spin. Weet je wat een spin is? Ja, dan draai je ze heel hard om een achteras. Als het dan goed is. De benen. Dus de bedoeling is dat je paard op het binnen achterbeen draait. Je moet naar links draaien en op het linker achterbeen. Hoe leren we dat? Naar de cirkel te stappen en leg de hand neer. En als je eruit zegt, nee, dan draai je hier op zo'n zelfde. En dan loop je weer op het leven, dan draai je hier op zo'n zelfde. Nee, dan draai je hier. En hier draai je zo'n leuke. En ik heb nog gezegd, oh, hij wil blazen. Maar hij zegt, nou, dat is wel niet te traag. Klik, back, de kop. Nou. Goed, sneller. Goed, hier staat het. Goed, dank je wel. En je ziet daarna, hand in de nek, paard staat stil. Het fijne dat ik zo weg heb doet en dat je het gewoon daar heel veel uit ziet. Is je moet je hulp goed geven. Ik vind het nog steeds heel moeilijk om een hulp goed te geven. Dat is echt het moeilijk dat ik dit doe en dan moet het dat gebeuren. De meeste mensen hebben daarna een 3-minuten live tegen een paard te stellen. En een paard denkt, nummer 3, ik kom nummer 3 doen.
Ja, ik heb het gedaan, want ja, nee, jij wou eigenlijk nummer 2. Ja, dat klopt natuurlijk. Ik ben duidelijk wat je wil. Hij loopt je weg, met mijn hand in. En die zegt niet doen, als je het niet doet, dat is 1. En dan komt de 2 door. Dan staat hij daar, die kaai zo, zie je dat? Naar de andere kant. Maakt niet uit, want ik leg mijn hand neer. Vraag weer. Je bent kop. Met zelf. Oh. Ja. En hoe harder, hoe leuker. Hoe harder, hoe misselijker. Ja. Maar als je begint, het is heel hard. Het valt wel mee, denk ik. Je moet er echt wel tijd op zitten. En moet je daar ook echt wel de techniek en de houding van een paar keer goed aan staan. Je moet snel draaien. Moet je naar links. Je ziet ook, waarom je even hoe moet je zien. Het zwart. Het is zwart. Ik kan nog niet tegen, ik ben te snel draaien. Maar je ziet dus, als ik je paard gaat draaien, dat als je eenmaal draait, dat ik hem niet meer heb. Ja, dus het is belangrijk. Zet hem erin. Kijk hoor. Op, op. Dat het niet omvalt. Nee? Oh. Ja. En dat is leuk, want je moet het testen van draai die met mij, laat het draaien of draai die paard zo vast. En je ziet dus, ik ga het toch neerleggen en hij zit erin, ik keek het uur en dan draai die paard zo vast. Eén keer naar rechts. Kijk, ik heb naar rechts, ik pak het in de handen. Ja, goed, dan loopt het raar, het kan ook. Maar niet klaar. Nee, kom. Oh, bravo. Oké, dan horen we bij die regelproef die wij doen, ook nog de vraag om een galopswissel te doen. Voor ons is de galopswissel altijd op X. Kijk, paard, want we weten niet wat waar het is. Het nadeel is dat dat paard ook weet waar het is. Die denkt X, galopswissel. Nou, dat kan ik wel doen, ja, want die gaat goed komen. Dus ik wil bijvoorbeeld ook kunnen wachten op dit. Dus ik doe hier een wissel. En dan wil ik bijvoorbeeld de volgende keer, wil ik dat die contra gaan opdoen op X. Dus dan ga ik de cirkel door en dan ga ik contra gaan opdoen. Contra gaan opdoen is gewoon de verkeerde kant op door galopperen, hè. Weet je dat maar. Want mijn man zegt al drie keer zitten in de verkeerde kant op. Dus ik zeg, nee, ik heb contra gaan opdoen. Oh, leuk. Dat is wel leuk. Dit is contra. Ze gaan het weer mooi door. En dan kan ik denken, oh, dan moet ik hier wisselen. Nou, zo doet hij dat. Dan luistert hij goed, dan heb ik zeker met controle. En ik moet ook gewoon de vergelijking wisselen. Nee. Hoppa, braaf. En dan zie je dus, dat paard moet wisselen op je bek. Je hebt het wel liever anders dan toch. Gaan we rechtuit. Het stoppen is hier altijd heel vaak. Dat wil zeggen dat ik altijd uur doe. Dat wil zeggen dat je een beetje mij af hebt in plaats van mij helpt. Dus als je mij zo af en toe een keer voorover ziet, dan was het iets minder vloeiend. Ik ben klaar met je rijden. Oeh, ja. Goed, hè? Voor weg is een 180 graden draaien aan de kant. Ik bedoel van hand veranderen. Maar ik doe gewoon op weg, dus ik ga beter op. Ik ga sneller naar de andere kant op. Oh, ik ben weer wat kwijt. Wacht. Oh, zie je. Oh, ja. En dan weg, andere kant. Dan moet dat paard hier ook weer gewoon wachten. Want die denkt natuurlijk, oh, wacht even. Ik pak zo meer hard, want we hebben net opgedaan, dan is het wel leuk. Nou wil ik dus dat hij niet hard gaat. Dan blijf ik heel stil zitten. En dan doe ik weer niks. Ik doe maar dat. Relax. Ik ontspan. Dan gaat hij ook langzamer. Nou gaan we weer sneller. Dan ga ik dus rechtop zitten. Dan ga ik hem zitten weer terugbrengen. En dan zit hij een paar keer sneller. Oh. Yes. Een paar keer. En dan zie je ook een paar keer neerleg. Daar een paar keer stil. Benen naar voren. En dan ga je terug.
naar opa toe. Ja, dankjewel. Zo. Heel goed. Weer opa. En als we weer rustig een voetje hebben, dan moet je wachten. En dan weer kijken, dan ga ik weer wachten. Dat ik nog niet lekker wacht. Wacht. Heel sneller. Heel braaf. En je ziet het als je gelijk uitwerkt dat je hand tegen zit. Nog één keer, de voet aan de tegen sneller. Dan fiets je achter, dan zie je al dat je het snel. En alles wat alles makkelijk uitziet, is altijd heel moeilijk. Maar goed, ik hoop dat jullie het nodig hebben. En dan, ik vind het altijd fantastisch om jullie te mogen vertellen over mijn sport. En ik hoop dat heel veel mensen denken allemaal, ik snap het, maar je moet er gewoon een keer op te zitten, want ze snappen het niet, we moeten het gewoon een keer voelen. Dus ik hoop dat jullie een keer de rust in een paar keer. Dankjewel en tot de volgende keer. Ja, maar dat is een fantastische vrouw.